14 maart 2004, 6 jaar geleden, presenteerde ik de laatste zwart-wit op radio en televisie. Het programma van de Freedom of Speech werd toen verbannen van antenne voor de 3e keer. Het was trouwens ook de reden waarom ik in het parlement ben beginnen vechten voor de depolitisering van de media. Beste kijkers, vandaag is het zover. 6 jaar later heb ik besloten om terug de strijd aan te gaan voor de vrije meningsuiting in Vlaanderen. Want nog steeds mag niet alles gezegd worden. Nog steeds overheerst er een vorm van politiek correct denken en wikken we onze woorden. Overal in de ons omringende landen worden processen opgestart tegen meningen. Klachten worden ingediend tegen uitspraken. Rechtbanken oordelen over de inhoud. Wat is onze democratie waard zonder de vrijheid van het woord? Je moet het niet eens zijn met die andere mening. U mag het gerust weten, ik verwerp vele meningen, maar ik zal steeds weer en altijd strijden dat men die meningen mag uiten. Dit is zwart-wit, het laatste ongecensureerde bastion van onze democratie. Onze missie zal niet makkelijk zijn, vele gasten zullen niet willen meewerken, kijken naar de gewone media. Vele vragen worden niet gesteld, omdat het niet hoort. Uitspraken worden gepolijst. Vandaag is een belangrijke dag. Zwart-wit is terug, nu op Junk TV, en jullie kunnen meedoen. Jullie kunnen en mogen ook een mening uiten via de kanalen die we jullie ter beschikking stellen. Via telefoon, sms, Twitter, Facebook, chat, e-mail. Grijp die kans en laat jullie gedachten de vrije loop. Jullie, de burgers, zijn de basis van de democratie. Niet wij, de tv-makers of politici. Jullie zijn de ruggengraat, dus zet je recht en spreek. Voor de eerste Zwart-wit in 2010 heb ik gekozen voor een debat over de islam. Elke dag worden we geconfronteerd met deze discussie. Is islam een gevaar? Zal het oude Westen overleven? Worden onze kerken ingeruild voor moskeeën? We hebben angst. We zien de opmars van burka's, hoofddoeken en minaretten. We horen de imam prediken naast de kerk. Ons geloof in de kerk vermindert. En een nieuwe religie staat voor onze deur. En in elke lange baard, in elke moslim, zien we een potentiële dreiging. Een terrorist. Een radicale extremist die onze rechten wil afpakken. Is dit zo? Of reageert het Westen overdreven? Zijn wij onverdraagzaam geworden? Hebben moslims niet evenveel rechten als wij? In Nederland hebben we Wilders. In Vlaanderen hebben we Philip de Winter. Anti-islampartijen worden opgestart en de verhoudingen worden op scherp gezet. Is het nog mogelijk om te debatteren? Wie is radicaler? Wie is de radicaal? Philip de Winter of Abu Imran? Een anti-islampartij versus een pro-sharia-organisatie. Het eerste zwart-wit debat van 2010. In de studio, u heeft het al gehoord, de twee studiogasten die voor de eerste keer samen zitten aan tafel, Philip de Winter en Abu Imran. Het was eigenlijk niet zo moeilijk om jullie samen te krijgen toen we jullie belden. Omdat je zegt van kijk, ja, je zit aan die uiterste van de politiek, maar toch gaan jullie samen in debat. Inderdaad, waarom zouden we niet in debat gaan? Als dat respectvol kan gebeuren, waarom niet? Debatteren. We hoeven niet eens te zijn over alle zaken, ja. Maar we zouden toch een volwassen gesprek kunnen hebben. Waarom niet? Maar je hebt mij ook natuurlijk gezegd, er zijn een aantal voorwaarden voor dit debat, toen we hebben gesproken voor we hier in de studio zaten. En die voorwaarden hadden te maken met godslastering. Inderdaad. Wij geloven als moslims dat wij niet aanwezig mogen zijn op een plaats waar Allah en zijn boodschapper worden beledigd. Mm-hmm. Dus het zou dan een beetje hypocriet zijn om te zeggen, wij aanvaarden geen godslasteringen, maar ik drink rustig aan een tasje thee bijvoorbeeld met iemand die op zijn gemakje onze geliefde boodschapper, sallallahu alaihi wasallam, is aan het beledigen. Ja. Dat kan niet. Maar is het niet zo dat je dan niet tegen kritiek kan in de religie? Want zo komt het natuurlijk over in het Westen. Nee, kijk, wij staan natuurlijk open voor vragen en discussies. Als iemand kan bewijzen dat bijvoorbeeld de Koran vervalst is geweest of herschreven is geweest of verschillend is zoals de Bijbel, bijvoorbeeld, dan mag die, mag die altijd komen bewijzen dat dat zo is. Ja. Maar met argumenten. Maar het beledigen, wij aanvaarden geen beledigingen, niet aan onze boodschapper Mohammed sallallahu alaihi wasallam en ook niet aan Jezus of Mozes of Maria of eender welke andere heilige persoon. Ja. Vindt u dat Philip de Winter u beledigt? Of de islam of de moslims beledigt? Dat is het minste dat we zouden kunnen zeggen over meneer de Winter. Hij heeft er blijkbaar een missie van gemaakt om de moslims constant onder vuur te nemen. Mm-hmm. En natuurlijk zonder argumenten. Beledigen kan iedereen. En een van de tekenen van een nederlaag is iemand die constant zit te beledigen. Mm-hmm. En dat is dan ook van toepassing op... Ja. Philip de Winter, u beledigt continu de islam, de moslims. Het zit een beetje natuurlijk in de profilering ook van het Vlaams Belang. Meer en meer die anti-islampartij, die anti-islamstrekking. Omdat dat succes heeft in Europa. Is beledigen dan wel de goede strategie?
eerst en vooral, ik ga het debat aan, omdat ik vind dat ieder debat moet gevoerd worden. Ik heb nog nooit een debat met Ome TV Wie geweigerd. En ik denk dat zo'n debat ook vergelderend kan zijn. De ogen kan openen van heel wat mensen. En televisie is daar een uniek medium toe. Nu, ik heb dat in het verleden gedaan met Abu Zaja. En ik zie niet in waarom ik het vandaag niet zou doen met Abu Imran. Beledigen? Ik beledig helemaal niemand. Integendeel. Maar ik denk dat kritiek op een godsdienst, kritiek op een ideologie, altijd moet kunnen. Natuurlijk, islam is totalitair en aanvaardt geen kritiek. Dus wordt iedere vorm van kritiek automatisch als een belediging beschouwd, waarna kritiek onmogelijk wordt. Net zoals het in de islam onmogelijk is als islamiet om het geloof af te vallen. Om te zeggen, ik stop ermee, ik stap eruit, ik bekeer mij tot een andere godsdienst of ik word vrijzinnig. Dat kan niet. In de islam staat daar bijvoorbeeld in heel wat islamitische landen, Jemen, Saoedi-Arabië, Iran en aanverwanten, de doodstraf op. Met alle gevolgen van dien. En dat is al een teken van die, een bewijs van die onverdraagzaamheid en van dat totalitaire, achterhaalde middeleeuwse karakter van die islam. Oké, maar uiteindelijk zitten we dan hier in deze eerste zwart-wit wel te debatteren. De kijkers die kunnen natuurlijk ook meedoen in dit verhaal. Men heeft al geprobeerd die debat te voeren aan de universiteit, maar dat is niet gelukt. En we hebben Wouter Openakker van het NSV aan de lijn. Wouter Openakker, die probeerde eigenlijk ook de twee partijen samen te brengen, maar u heeft geen, als ik het zo even eenvoudig mag zeggen, geen zaal gevonden. Nee, inderdaad, dat klopt. Het is gewoon Wouter Openakker en niet Openakker. Maar goed... Ja. Het is dus als volgt. We waren dus van plan om een debat te organiseren tussen de heren die momenteel in uw studio zitten. Helaas hebben we geen debat kunnen krijgen vanwege de universiteit. En dat is eigenlijk wel om een heel bizarre reden gebeurd. Ja. Men verwees eigenlijk in een motivatie om een lokaal te weigeren te geven aan onze vereniging naar 7 oktober 2008. Ja. Wat is toen gebeurd? Toen worden wij als nationalistische studentenvereniging een debat organiseren over de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. En toen zijn er een heleboel linkse erkende studentenverenigingen opgedaagd op het debat, maar niet om deel te nemen als publiek, maar om het debat te verhinderen. Men vond het eigenlijk niet kunnen dat een nationalistische studentenvereniging zomaar aan de Universiteit van Gent kwam spreken. Oké, maar nu heeft u geprobeerd dit ultieme debat te doen en dat is niet gelukt. U heeft geen enkele zaal gevonden. Wij vonden het een klein beetje vreemd, omdat langs de andere kant, jullie hangen toch ook een beetje af van het Vlaams Belang. Dus waarom heb je dan geen ruimte? Waarom heeft het Vlaams Belang dan geen ruimte kunnen vinden? Daar bent u zelf mis in. Wij hangen totaal niet af van eender welke partij. Okay. We hangen niet af van Vlaams Belang, nog van Sharia voor Belgium, nog van N-VA of andere politieke partijen. Dus we zijn een onafhankelijke studentenvereniging die zelf moet proberen te trachten om lokalen te vinden. En als studentenvereniging vinden wij het maar niet meer als normaal dat, net als andere studentenverenigingen, dat wij terecht kunnen aan een hogeschool of aan een universiteit. Okay. We hadden een aanvraag ingediend en we hebben 5 weken moeten wachten op een antwoord van de universiteit of het debat al dan niet wel kon doorgaan. Ja. Dus daar vinden wij wel, als daar zal wij ons toch bewust vragen bij. Oké. In ieder geval bedankt toch voor je interventie in deze eerste zwart-wit. En hier discussiëren we wel met de twee partijen aan tafel, Sharia for Belgium en Vlaams Belang. We zijn ook de straat opgetrokken en we hebben even geluisterd naar de mensen, de gewone burger op straat, van wat vindt hij nu eigenlijk wel van de islam? Is de islam een bedreiging of niet? We voelen de temperatuur op straat. Vindt u de islam een bedreiging? Ik heb daar niet echt zo het gevoel bij. Soms wel, wordt het wel overdreven gereporteerd. Hè. Misschien is het ook zo, maar ik weet het niet. Wij mogen dat geen bedreiging vinden zelfs. Nee, het is, nu gewoon zo'n multiculturele samenleving. Dus. De wereld is een dorp zeker. En, De gematigde stroming van de islam niet, maar wel het extremisme. Ja, de jihad, ja, absoluut. Er zijn bepaalde dingen waar wij van kunnen uit leren en zij zullen misschien ook dingen van ons kunnen leren. Ik denk dat het allemaal een beetje overroepen is. Vooral omdat je daar een onderscheid in moet maken. Je hebt extremisten en je hebt mensen die dat nog niet eens opvallen als je dat in de straten ziet. Dus niet zozeer. Nee hoor, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, want ik denk dat dat vooral een minderheid is. Je moet dat niet denken omdat er een paar zijn die zo heel extreem zijn, dat dat ineens alle mensen, alle islam... denk nu niet dat wij daar schrik van moeten hebben. Nee, dat is onzin. Dat is helemaal geen dreiging. Waarom zou dat een dreiging zijn eigenlijk?
De pers moet proberen zijn materiaal te verkopen. Hè. En er is alles dan goed voor. Hè. Dat is niet juist. Dat is niet goed. Nee, helemaal niet. Als je zo pakt, dan is het een bedreiging. Dan is China ook een bedreiging. Dan is alles een bedreiging. Dan is India een bedreiging. Dan is Amerika. Nee, helemaal niet. Een van de problemen die ik wel heb met bepaalde godsdiensten is het feit dat ze dus geen duidelijke scheiding maken tussen de rechterlijke macht en de religieuze macht en dan de uitvoerende macht. Dat zijn dingen waar je natuurlijk wel een vraag kan bijstellen van hoe past dat dan in een systeem zoals wij het kennen. Nee, maar je moet er af en toe toch mee leren omgaan. Omdat het toch wel een heel andere verandering is ten opzichte van het christendom. En ik denk dat dat voor iedereen ook een beetje anders is. Als dat extreem is, dan kan dat een bedreiging zijn. Maar dat geldt voor alle godsdiensten. Ook katholiek godsdienst of jodendom. Er komt altijd zever van als het extremistisch wordt. Geen probleem, hè. Zolang ze het niet gaan, niet gaan gebruiken voor een uitvlucht, is het goed. Radicalen zijn altijd uit een boze feitelijk. Hè? In beide kampen. In beide culturen. Welkom terug bij Zwart-Wit op Junk TV. U merkt het, toch gematigde meningen in de straat van Antwerpen, waarvan men zegt dat ze daar toch wat kritischer zijn. We hebben ze niet gefilterd, we hebben ze allemaal in beeld gebracht. Van jullie zelf, heren, wie is de meest radicale aan deze tafel? En toen werd het stil. Bent u radicaal, meneer De Winter? Ik ben een democraat. Ik vertegenwoordig de stem van het volk. Ik ben verkozen. Ik zit in zetel in het parlement. Dat is nu eenmaal een democratie. En wat ik vertel is consequent. En ik heb kritiek op de islam. Ik stel alleen vast dat... ook in de filmpjes dat pas. Mensen zijn toch behoorlijk naïef als het over de islam gaat. Mensen zijn naïef over de islam. Die multicultuur heeft hun weerbaarheid voor een groot deel gebroken. Ze kennen de islam niet. Ze denken dat het een godsdienst is zoals alle anderen. Is dat is... spijtig genoeg typisch Europees geworden. Dat gebrek aan weerbaarheid, dat gebrek aan durven opkomen voor zijn eigenheid en zijn identiteit. En men gaat plat op de buik voor een godsdienst die men ingelepeld krijgt door de politiek correcte multiculturelen, die islam voorstellen alsof het een theenkoek is, islamisch, een duizend en één nacht islam. Maar dat is het natuurlijk niet. Dus het gevaar zit aan uw zijde. Het islam is een veroveringsgodsdienst die uiteindelijk als missie heeft om heel de wereld te onderwerpen aan de wil van Allah. En dat zal Abu Imran, die de islam zeer goed kent, niet ontkennen. U wilt de wereld onderwerpen. Uw Sharia for Belgium is ook in het nieuws geweest, of nieuws gekomen onder de aandacht, waarbij u zei van ja, we willen een andere vlag eigenlijk zien wapperen op het parlement. Sharia for Belgium, u bent ook voor de invoering van de islamitische Sharia-wet in het Westen. Dat klinkt allemaal niet zo gematigd natuurlijk. Ik zou zeggen, als je me de vraag zou stellen, zou ik zeggen, Philippe De Winter is een radicale fundamentalist, een extremist van een islamofoob. En van uzelf? Aangezien dat iedereen graag met die woorden speelt, wel laten we er dan mee spelen. Leg me uit wat een gematigde moslim is en leg me uit wat een radicale moslim is. Geef ons gewoon een beschrijving ervan en dan is het opgelost. Wat betreft de dominatie van de islam. Natuurlijk, Philippe De Winter beschrijft de sharia of de islam als een godsdienst die komt om af te slachten en uit te moorden en barbaarse praktijken. En een verovering. Ik zou het eerder een verlichting noemen dan een verovering. Een verovering, zoals wij die kennen, is wat Philippe De Winter en zijn voorvaders hebben gedaan. In onze landen, dit noem ik veroveringen. Wat het Westen doet in Irak of Afghanistan, of wat de Zionisten doen in Palestina, dit noem ik verovering, kolonisatie, bezetting, uitmoorden, barbaarse praktijken namens de democratie. Maar als wij spreken over sharia en spreken over islam, islam betekent de onderwerping aan de schepper van hemel en aarde, Allah. Is er dan nog plaats voor de andere godsdiensten? Hoe ziet u België evolueren? Hoe ziet u dat in uw ultieme droom waarbij u zegt van oké, zo moet het gaan? Wij hebben het bewezen, 1300 jaar lang, dat wij plaats hebben voor anders gelovigen. Ja. De Joden hebben hun beste tijden gekend in Spanje, onder de regering van de moslims in Andalusië.
En daar denk ik dat niemand kan over twijfelen. Nee. Laten we dan spreken over de democraten, wat zij hebben gedaan voor de minderheden. De moslims zijn een minderheid in België. Ja. En kijk wat de democraten maken van de moslims. Is dat dan de vrijheid? Is dat dan is het de rechte kritiek? Is het de rechte kritiek vanuit de moslimwereld dat de moslims ook wel voor een deel onderdrukt worden? Moslims worden absoluut niet onderdrukt. Kijk eens wat meneer Imram hier allemaal mag komen vertellen, wat hij al geruime tijd vertelt. Hè. De islam is hier om te blijven, zegt u op uw persconferentie. Wie dat niet aanvaardt, kan vertrekken of branden in de hel. Yves Le Terme, koning Albert, Philippe de Winter of andere kafir-hypocrieten, die mogen verhuizen. Maar zover zijn is het taalgebruik niet een beetje dat hetzelfde? Ja, maar dat is ook niet. Hetzelfde. Nee, ik ben hier thuis, niet hij. Ik bedoel, en hij zegt, jij bent een extremist. Ja, maar ik pleit voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Ik pleit voor de scheiding tussen kerk en staat. Ik pleit voor democratie, voor godsdienstvrijheid. Dat zijn allemaal dingen die deze meneer wil afschaffen. Wil u dat allemaal afschaffen? Die scheiding kerk en staat, gelijkheid van vrouw... Man, bedoel, dat zijn de gevoelige punten. Dat is de kritiek die je dikwijls hoort naar de islam toe. Ik denk dat iedere emotionele Vlaming, wanneer hij Philippe de Winter hoort praten, met zijn heel emotionele en zachte praten, en ik pleit en ik ben democraat en scheiding van kerk en staat en gelijkheid van man en vrouw. Heel mooie woorden en al prachtig allemaal. Laten we spreken over de praktijk en wat wij echt zien en weten over deze ideologie en over de democratie in het geheel, wat hij de dag van vandaag doet. Als we spreken over hoe dat wij het naar buiten brengen, inderdaad, ik heb gezegd over Yves Le Terme dat hij mag vertrekken. En ik heb gezegd over de koning dat hij een normale burger moet worden. Tuurlijk heb ik dat gezegd. En ik zal nog een stapje verder gaan. En ik zeg tegen Philippe de Winter, en hij zit aan mijn zij, ik zou tegen hem kunnen zeggen aanpassen of opkrassen. Zoals dat hij dat zegt over de moslims. Inderdaad. Maar het duurt nog wel even voor ik zo'n theedoek op mijn hoofd draag. Dat is geen theedoek. Dat is een Arabische klerendracht. Maar hoe kan je even reageren? Ja. Laten we even verder praten. Niet gematigde islam. Dat is niet relevant. De vraag is, gematigde islam of niet gematigde islam? En er is geen gematigde islam. Er is alleen maar de islam van de Koran. En de Koran is wat dat betreft bijzonder duidelijk. Hè? Ten opzichte van niet-gelovigen, ten opzichte van vrouwen, ten opzichte van iedereen die zich niet onderwerpt aan de wil van Allah. Ik heb hem meegebracht, de Koran, want ik vind dat we... En ik ga daar geen bladzijden uitscheuren, ik ga hem niet verbranden. Ik lees dat boek. Ik vind dat iedereen hem moet lezen. Je moet de Koran lezen om te weten wat erin staat. Dan zouden al die brave mensen van dat pas wel anders reageren. Ik heb hem meegebracht op Soera 9, hoofdstuk 9, vers 5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgoden, dienaren waar gij hen ook vindt. Grijp gen en belegert gen en loert op hen uit elke hinderlaag. Nu... Dat is de realiteit van de Koran. En de Koran is niet zoals de Bijbel, een boek dat bijeengeschreven is. Als ik dat mag zeggen, de Koran is het letterlijke woord, nietwaar, van Allah. En moet ook als dusdanig letterlijk worden toegepast. Geen interpretatie. Moet hij toepassen, die Koran. Inderdaad, dat is het. De hoofdstuk dat hij heeft aangehaald, hoofdstuk 9, is de hoofdstuk over de jihad. Ja. Hoofdstuk van de oorlog. Ja. Inderdaad, een prachtig hoofdstuk. Wil u dat eerlijk gezegd? Wat gaat u doen als Vlaanderen of België niet gaat volgen? Wij moslims zijn geen getuigen van Jehovah. Wij zeggen niet, geef mij een klap aan mijn linkerwang en ik keer u de rechter toe. Wij zeggen, geef mij een klap aan mijn linkerwang, ik bescherm mijn rechterwang. Ja. Of ik verdedig mijn rechterwang. Dit is wat moslims zeggen. En de vers dat hij heeft aangehaald, ik ga deze vers helemaal niet ontkennen. Dit is een heilige vers. Dit zijn de letterlijke woorden van onze schepper. Volgt u alles wat in de Koran staat? Wij trachten ons best te doen. Maar, letterlijk? Tuurlijk. Dan krijg je toch conflicten met onze westerse democratie. Maar waar scheelt het? Philippe de Winter brengt een vers uit een hoofdstuk dat meer dan 120 versen heeft. Mm. En laten we kijken naar de vers daarvoor en de vers daarna. En wat daarover gezegd wordt. Deze vers gaat over de belegering van de ongelovigen op de islamitische landen. Mm. Dan mogen wij, en het spreekt over het heilige Mekka, als ongelovigen ons aanvallen, moeten wij ons beschermen. En dit is wat in die hoofdstuk wordt... Even toch ook naar de mensen die willen reageren. We discussiëren zo dadelijk verder. Ik denk dat we nog heel wat onderwerpen hebben. Maar we hebben Oussama aan de lijn. En die zou graag een vraag willen stellen. Welkom bij Zwart-Wit. Wat was uw vraag? Ja, ik heb een vraag voor broeder Abu Imran. Assalamu alaikum, Abu Imran. Eerst en vooral vraag ik aan Allah Azzawajal om jullie te belonen voor jullie optreden en het verdedigen van de eer van de moslims hier in België.
Daarna vraag ik aan Allah azawajal om jullie te doen slagen in deze wereld en hierna. Ik heb een vraag in verband met het niqab-verbod hier in België. Zoals u weet proberen de ongelovigen ons te bestrijden in ons geloof. Ditmaal door de niqab te willen verbieden en een niqab-verbod te willen invoeren in België. Wat is jullie standpunt daarover? Of wat is uw standpunt daarover? Oké, voor de duidelijkheid voor de kijkers. Het gaat hier over het niqab- en burka-verbod in zijn totaliteit. Dat vindt u geen goede zaak in dit land? Ja, absoluut. Na Frankrijk is België het tweede land die dit heeft ingevoerd. Wij gingen een betoging organiseren met het platform Muslim Rise, zoals iedereen weet. En natuurlijk is die betoging verboden door de prachtige democraten die spreken over de vrijheid van meningsuiting. En zoals in Europa wordt gezegd dat iedere persoon de vrijheid heeft om te manifesteren. Want u heeft daarop gezegd, als ik even mag onderbreken, Freddy Tielemans, de burgemeester van Brussel, heeft de oorlogsslag gehesen. We vechten terug in deze kruistocht tegen de islam. Moslims zijn geen slaven, maar veroveraars. Wij smeken niet, dat zijn uw woorden denk ik toch, of onze vrouwen alsjeblieft hun hoofddoek mogen dragen. Nee, we zijn hier om te domineren. Wie dat niet aanvaardt, kan vertrekken. Dat was uw reactie toen op het feit dat je niet mocht, die betogingen niet mochten doorgaan. Dat is vrij harde taal natuurlijk. Tuurlijk, en wij zijn nog altijd van dezelfde mening. Philippe de Winter, als Philippe de Winter of zijn volgelingen of eender wie dat zijn gedachtegoed draagt, als die de moslimvrouw niet accepteert met haar hoofddoek of met haar burka, wel, dan zeggen wij op een heel vriendelijke manier, zonder enig probleem, en ik schaam me niet om dat te zeggen, om dat te herhalen, verhuis dan naar een land waar geen moslims zijn met een burka of met een hijab. Ja. Waarom moeten wij ons aanpassen aan hem of aan iemand zoals hem? Maar als u een minderheid bent, en stel, oké, laten we het dan heel democratisch doen en zeggen we gaan een referendum organiseren. Zou u zich bij dat referendum neerleggen als daaruit blijkt dat bijvoorbeeld de meerderheid zegt nee, die hoofddoek van een vrouw zien we niet zitten? Nee, ik ben geen democrat, dus waarom zou ik geen democrat dan helemaal wat niet bent verder dan zelfs? Ik ben een moslim. Dat is een groot verschil. Je hebt ook democratische moslims? Democratische moslim is hetzelfde als dat ik zou zeggen een katholieke jood of een moslim-jood. Ja. Ik denk niet dat er zoiets bestaat. Je bent ofwel een moslim, ofwel ben je een overtuigde democraat. Ja. Het is heel simpel. Wij in onze samenleving en een volwaardige islamitische staat zeggen wij niet tegen de christenen dat zij geen kruis mogen dragen. Of tegen een jood, hij mag geen kippie dragen. Mm-hmm. Zij mogen hun kledij dragen of hun religieuze uitstraling behouden. En deze democraten, of deze democratie, zij legt haar waarden en normen op iedereen op. En als dat niet gaat met wetten, dan doen ze dat op een militaire manier. Zoals wij hebben gezien wat dat dagelijks gebeurt in Irak en Afghanistan. Als het niet lukt met wetten, dan zullen ze daar maar een oorlog voor voeren. En we hebben gezien wat er in Servië is gebeurd. En dat is nu de democratie. En dit is het Westen. En dit is die mentaliteit van deze mensen. Ja. Zij hebben hun harnassen van de kruistochten veranderd in mooie kostuums en mooie praatjes. Het harnas is een mooi kostuum geworden. Ja. Als u zich niet aanpast, meneer de Winter, moet u opkrassen. Dat hoort u nu eigenlijk. Zover zijn we dus gekomen. Hè. Die taal die klinkt nu nog bijzonder humoristisch. Maar dat is het niet. Dat is de realiteit. En zo denken deze mensen ook echt. Die kruistochten overigens, dat waren verdedigingsoorlogen van het Westen. Hè. Mag ik erop wijzen dat uiteindelijk het via de jihad is van uw geliefde profeet Mohammed. Dat die delen van Noord-Afrika en dergelijke die christelijk waren. Ja. Uiteindelijk veroverd zijn op het christendom en islamitisch zijn gemaakt en niet omgekeerd. Hè. Dus wat die kruistochten betreft, dat waren geen aanvalsoorlogen, dat waren verdedigingsoorlogen waar wij onze identiteit in het Heilig Land, in Palestina en ook in Turkije en aanverwanten, toen overigens niet Turkije, maar Constantinopel maar nu en aanverwanten, naar de waar wij ons eigenheid hebben verdedigd. Oké, hoofddoeken en niqab in dit land. Die jongen was een held dan die zichzelf verdedigde. Absoluut. De hoofddoek in dit land, is dat het grote discussiepunt? Maar de hoofddoek is natuurlijk een symbool van de onderdrukking van de vrouw door de islam. Hè. Laat ons dat maar zeggen zoals het is. Die burka, dat is een sarcofaag van textiel. Die hoofddoek, dat is voornamelijk een bewijs van het feit dat de vrouw ondergeschikt is aan de man en gediscrimineerd wordt door de man. Allee, waar zijn we mee bezig? Wat zegt die hoofddoek in feite? De vrouw, dat staat ook allemaal in deze Koran, hè. De vrouw, die moet zich bedekken om de seksuele lust van de man niet op te wekken. In feite wordt de vrouw verantwoordelijk geacht voor de seksuele lust van de man.
We leven in 2010, niet meer in de middeleeuwen. We hebben dit soort van ideeën in het verleden misschien hier ook nog aangehangen, maar nu niet meer. Mm-hmm. We zijn er toch van overtuigd dat man en vrouw gelijk zijn. En dus kan het toch niet dat bijvoorbeeld in die sharia die meneer wil invoeren, dat de vrouw maar de helft mag erven van een man. Ik vraag het even op de man af. Heeft een vrouw evenveel recht als een man? Ja, blijkbaar is Philippe de Winter, is Philippe de Winter een mufti geworden en heeft hij blijkbaar, kan hij Mijn vraagje was, een vrouw of een man, zijn die gelijk? Fysisch zijn ze al niet gelijk. Dus zij zijn gelijk in bijvoorbeeld de aanbieding of in de rechten. Zij hebben natuurlijk gelijk. Een vrouw, als een vrouw onrecht wordt aangedaan, dan moet zij verdedigd worden en beschermd worden. En in bepaalde situaties is de vrouw zelfs, heeft de vrouw een hogere status in de islam. De islam beschermt de vrouw op alle vlakken. In tegenstelling tot de westerse maatschappij. Wij kunnen zeggen met alle trots dat wij in 1300 jaar hebben wij 120 verkrachtingen geregistreerd. En er zijn veroordelingen van gekomen. 120 is een dagje Europa. Als wij ons systeem, wij hebben ons systeem bewezen. Want we hebben zo dadelijk Isabel Huismans over dat onderwerp aan de lijn, een westerse vrouw dan. Maar zou u zeggen, ten opzichte van alle Vlaamse vrouwen die gewoon rondlopen, van draag een hoofddoek, bekeer u tot islam, hoe ziet u dat dan concreet? Kijk, Philippe de Winter en ook de meeste ongelovigen hebben een heel rare interpretatie van het hoofddoek dragen. De hoofddoek is geen commando van een man. Of van een echtgenoot. Zonder of van dat een eigen beweging, zegt u? Nee, helemaal niet. Ten eerste is dat een aanbieding van Allah. Dat is een commando in de Koran. Dat is gekomen van boven zeven hemelen. Dit is een religieus plicht. Zoals dat ik bid, zoals dat ik een baard heb, is het een hoofddoek voor een vrouw. En die vrouw heeft dan een eigen keuze. Heeft u begrip ervoor dat in het Westen dat men er heel wijgachtig tegenover staat? Dan heeft de vrouw nog de keuze om de aanbieding van Allah te vervolledigen door een hoofddoek te dragen? Of kan zij zeggen van nee, ik wil geen hoofddoek dragen? En dan heeft zij een zonde gepleegd. En dit is voor de moslimvrouwen. Ja. Wat betreft de niet-moslims, onder een islamitische staat, dus de ongelovigen in een niet-islamitische staat, laten we spreken bijvoorbeeld als morgen Vlaanderen een islamitische staat zou worden, een khilafa, en de sharia wordt geïmplementeerd, dan zijn er moslims en niet-moslims. Die mogen zonder hoofddoek rondlopen. Die niet-moslimvrouwen, zij hebben bepaalde kledingsvoorschriften, voorschriften. Bijvoorbeeld, zij mag niet met een minirok of met een bikini op straat lopen. Gaan. Tuurlijk, waarom niet? Zo is het in islamitische landen. Ik denk dat ik heel respectvol ben geweest en ik laat hem volledig uitspreken. Maar praat gewoon rust verder en dan even een live reactie ook nog van iemand aan de telefoon. De islam is geen hypocriete godsdienst. Wij zeggen, het verkrachten wordt heel zwaar bestraft. In de islam. Daarom geven we ook geen aanleiding tot verkrachting. Niet zoals deze maatschappij. Pornografie, prostitutie overal. Alle vrouwen mogen zich kleden zoals dat zij willen. Naakte stranden. En als dan iemand iets verkeerd doet, wordt hij dan bekeken als de boomman. U draait eigenlijk... Heel hypocriet. Ja, alcohol verkopen mag in België. En de Belgische regering verdient er pakken geld bij. Maar als iemand wordt tegengehouden in een vodka-actie... wordt hij bestraft voor diezelfde alcohol dat de staat hem misverkocht. Toch ook even een reactie van Philippe de Winter in dit verhaal. Ja, maar meneer Imbrand, die gebruikt graag de woorden vrije meningsuiting, respectvol en dergelijke meer, maar u bent absoluut niet respectvol. Hè? U bent niet respectvol ten opzichte van onze samenleving. U bent hier te gast en niet omgekeerd. Ik ben nergens en te gast. Wat dat betreft, meneer Imbrand, zijn er bepaalde normen en regels die moeten gerespecteerd worden, ook door u. En wij zullen niet toegeven op de basisregels en de fundamenten van onze westerse samenleving, laat dat duidelijk gezegd zijn. En u zegt, er zijn quasi geen verkrachtingen. Er zijn geen verkrachtingen binnen de islamitische wereld. Ja, maar leg eens uit waarom. Omwille van het simpele feit dat een vrouw die voor een rechtbank moet bewijzen dat ze verkracht is geworden, vier mannelijke getuigen moet aanhalen. Zo niet, wordt ze niet gesterkt in haar overtuiging en in het feit dat ze verkracht is, maar wordt ze overspel verweten. Dat is de realiteit. Vertel dat er ook eens bij. En vertel mij eens, als u zegt, de vrouw wordt niet gediscrimineerd. Waarom in de sharia? Laat ik de vraag eens beantwoorden. Waarom in uw sharia staat dat de vrouw maar de helft mag erven van een man? Is dat geen discriminatie? Staat dat erin? Kijk. Absoluut. Ja, het staat erin. Laten we eens even luisteren naar Isabel Huismans, een Westerse vrouw die wilde iets vragen over de burka en de niqab. Isabel, welkom in deze zwart-wit Freedom of Speech. U heeft een stuk van het debat natuurlijk kunnen volgen. U bent een vrouw. Wat vindt u van die uitspraken die u zo net heeft gehoord?
Ja, dat klopt. Meneer De Winter en meneer Imraam. Ik hoorde meneer Imraam juist zeggen dat de hoofddoek een religieuze plicht is. En indien de vrouw die niet draagt, dat het een zonde is. Hij wil de sharia gaan invoeren in België. Gaat meneer Imraam mij persoonlijk mijn vrijheid afnemen door mij de Koran op te leggen en een burka te laten dragen? Ik wil niet dat enkel nog mijn gezicht zichtbaar is voor de buitenwereld. En westerse vrouwen zoals mij laat die soort onderdrukking niet toe. Dan is ook mijn vraag aan meneer Imraam. Heeft u schrik van vrouwen zonder burka die geëmancipeerd zijn in deze samenleving? Oké, heeft u angst van vrouwen zonder burka en hoofddoek en alle attributen? Ik voel mezelf niet bedreigd van een vrouw, nee, helemaal niet. Maar zoals ik heb gezegd, de sharia is geen hypocriet systeem zoals de democratie. Wij verbieden verkrachtingen en wij straffen verkrachtingen, heel harde straffen, maar wij geven ook geen aanleiding. Wij geven volledig, de deur blijft volledig dicht. Ja. En als wij de vrouw dan, of als Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran de vrouw verplicht om zichzelf te bedekken, is dat niet om de vrouw te vernederen, maar laten we een voorbeeld geven. Ik kom bij u thuis en ik vraag om al uw juwelen en de juwelen van uw echtgenoten en uw bankkaarten met de pincodes op tafel te leggen en aan mij te geven. U zou dat nooit accepteren. Verre van zelfs. Wel, de vrouwen in onze maatschappij, in onze religie, hebben nog een grotere waarde. En uit respect voor die vrouw, dan zeggen wij, deze vrouw moet beschermd worden. En deze vrouw is geen lustobject dat te koop wordt gesteld voor heel de wereld. U bent geen lustobject, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, maar het komt erop neer als ik naar een vuist ga en ik draag een decolleté en ik ben aan het dansen en ik word daarna verkracht dat het mijn fout is omdat ik mij niet heb bedekt. Dat kan toch niet? Klopt helemaal niet. Ik heb niet gezegd dat dat haar fout is. Ja. Ik heb gezegd, het systeem dat zulke zaken toelaat, is het systeem dat aangevallen moet worden. Wat betreft een verkrachting, zoals Philippe De Winter heeft gezegd, zij wordt dan beschuldigd van overspel. Overspel heeft ook 4 getuigen nodig. Dus dit is pure lari. Okay. Isabel, bedankt voor je vraag in deze zwart-wit freedom of speech. We moeten er even uit voor een aantal mededelingen. Tot zo dadelijk met veel meer.